Een hele goede morgen, dames en heren, en welkom terug bij een gloednieuwe vlog en bij een gloednieuwe aflevering van Spain Holidays seizoen 2. En vandaag gaan wij terug naar Barcelona toe. Het is inmiddels 8:10. We moeten de trein zo snel mogelijk halen, anders moeten we een uur wachten en daar heb ik geen zin in. Maar we gaan terug vandaag naar Barcelona toe. Ik heb enorm veel genoten gisteren hier in Tarragona. En het is vandaag net als gisteren weer. Heerlijk weer, maar we moeten nu de trein halen, mensen. Dus het is een beetje een verkeerde timing om mijn vlog te openen, denk ik. Maar maakt niet uit. We zijn nu op het station. Het is letterlijk 2 minuten lopen, we zijn er al. Maar ik heb er super veel zin in, mensen. En vandaag gaan we ook weer wat leuks doen. Wat gaan we vandaag doen? Dat ga ik u straks vertellen, want ik weet zelf niet uit mijn hoofd wat het precies is. Wat ik wel weet is dat we zeg maar een soort berg gaan beklimmen. Zo, ik heb er super veel zin in. Ik zie jullie zometeen. Yo. Look. Yo, Faith. Or should I call you Iman? I speak a little Arabic now, so I guess I can. You coming and going, that ain't part of the plan. When I can't even cross the road without you holding my hand. I need faith, strong in the mind of a believer. But you ain't perfect and that ain't... Ja, dames en heren, we zijn terug in Barcelona. We zijn net aangekomen en we zijn alweer bijna thuis. En dan gaan we weer vertrekken. Even wat spullen en zo laten, zodat ik niet te veel... zeg maar mijn rugtas heb, want we gaan vandaag, zoals ik al zei, berg beklimmen. En dan natuurlijk dan met een mooie uitzicht als we boven zijn. Dus ik ben echt benieuwd hoe dat gaat zijn eigenlijk. Maar het gaat super leuk zijn. Ik heb dit ook eerder gedaan, want dat was echt heel lang geleden. Volgens mij ja, in 2014 of zo. Toen ik naar Pakistan ging, ging ik ook berg beklimmen. Dat was super leuk, echt waar. En toen gingen we uiteindelijk ook boven eten in een restaurant met mooie uitzicht. Het was al ongeveer avond. Dus, maar het is al heel lang geleden. Dus dat wordt weer wennen. Dus ik moet mijn voet even sterk gaan maken. Nee mensen, ik heb er super veel zin in. Het is gewoon... het is al 12:00 geweest. Dus we zijn er. En het is ook lekker weer. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Voor de rest, ja, dit was het even wat ik wou delen. Ik zie jullie zo meteen weer als wij de berg gaan beklimmen. Dus de vlog is pas net begonnen, mensen. Dit is nog pas het begin. Ik zie jullie weer zo meteen. Yo Faith, where you going? Please don't act like a diva. I know you like to fluctuate, but I still think you're a keeper. So when you're strong, I'm in the match. Oké, dames en heren, we zijn er en we gaan nu beginnen met... ja, met het klimmen van de berg. Dit is de eerste stap, mensen. En kijk die uitzicht even. Sorry. Maar we gaan nu een beetje door de makkelijkste weg. Maar we gaan even kijken hoe dit gaat. Zo, oei. Dit is echt leuk, mensen. Ik ga heel veel shots voor jullie maken. Let maar op. When you fall weak, I get sadder and sadder. Feel like Egypt made it easier, cause London's a mazza. Over there in the mosque for even Doha and Asa. But listen, Faith, have you heard me read? I learned a bunch of new surahs, I even learned Tajweed. Double ring. Zo, hé, dames en heren, dit is toch prachtig. Maar we zijn er nog lang niet, want we moeten helemaal naar boven. Aan die kant. Die witte... die witte ding. Dus... we moeten nog even, maar dit is al mooi genoeg, hoor. Serieus. When we're discussing Tawheed, me, Yonis and Jabba, AK and Abdulaziz, see what's faith. Faith is when you know it in your heart, when you say it with your tongue, but you show it with your o'clock. Faith is when you look over your shoulders in Salah, and when you do it privately, because you know it's for Allah. Yo, ja, dames en heren, we zijn nu al halverwege, nog lang niet boven, we moeten echt helemaal omhoog. Maar kijk het uitzicht even, mensen. Hoe prachtig is dit? Heel Barcelona gewoon en dit is gewoon echt ziek. Ik ben wel een beetje kapot, maar ik ga het volhouden, mensen. Let maar op. Ik wil dit gewoon doen. Dit doe je niet elke dag. Dit is gewoon echt heel anders, mensen. En hoor even, kijk hoe relaxed het is. Geen mensen, nou ja, ik zag wel bepaalde mensen lopen, maar het is gewoon rustig hier. Zo, hé. Wat een uitzicht. We zijn aan het lopen, mensen. Super prachtig hier. Het is gewoon echt. Het is
gewoon echt gewoon geweldig dit. Ik heb hier geen woorden voor. Hier hou ik echt van, serieus gewoon. Wat een uitzicht. Why would you let me leave? This dunya cut me deep. You just let me bleed. How many du'as did I forget to read? I tried to pass the... Zien jullie die tower? Daar zo gaan wij heen, mensen. Dus we moeten nog even. Let's go, man. Dit is echt een goeie, joh. Dit is echt niet normaal. Maar dan hebben we wel een hele prachtige uitzicht vanaf aan de top. But it's left with me. I was a MC on the MP3. I felt empty, but they envied me. I seek refuge like a refugee. I hold the Belahim in the shade, turn of a gene. I asked Allah to protect me from sins. Next minute I was chilling with a Stadi Yasin. I asked Allah to correct my Nia. Next minute I was reasoning with Abu Taymiya. Yo, faith, I won't leave you again. I know I... What an uitzicht. Zo hé, niet normaal. Ik heb net dit even geplukt en ze ruiken echt lekker hoor. Shouldn't forget a portion of the dunya, but what's worse than forgetting your purpose? What's worse than living a life that's all worthless? Chasing your tail, running in circles, a clown in a circus. Proud on the surface, righteous at my bestest, wild at my worstest. Faith coming back to me, I pray Allah preserve this. Me and my Quran, I sit and ponder over verses. Daar waren we net, mensen, en kijk hoe ver we nu al zijn. Maar we zijn er nog lang niet en dat moet je gewoon beseffen. Maar wat is het leuk en wat is het mooi hier, serieus. Ik zei jullie al, dit wordt een heel vet, zieke seizoen. En als ik iets beloof, dan maak ik het ook waar. Mensen, dit doet me ook soms denken aan bijvoorbeeld Amerika. Want je hebt daar ook Hollywood en die gebergte, et cetera. En dan moet ik daaraan denken. Dan heb je ook zeg maar gebergte. Goh, precies dit, wat dit nu is. En dan heb je hele stad gewoon. Dat is ook super mooi. Dus dat wil ik even delen met jullie. Want ik ben nu toch hier. En daarom geniet ik er ook van. Ik maak dit nu zelf mee. Ja, wat is het prachtig, mensen. Wat is het prachtig. Walk with faith. Live with faith. Die with faith. Yo. From that we came to that we shall return. We see death every day, but it's like we don't wanna learn. We're living like we won't die, dying like we never lived. Shaitan wanna heads of these kids. Now with faith could talk back, what do you think he would say? Oké, dames en heren, we zijn nog even gestopt. Wat eten en zo snel, een klein beetje en dan gaan we verder. Maar ik wil aan jullie wat laten zien naar waar wij heen gaan. Want dit is wat ik wil echt gewoon doen. Ik bedoel, in Nederland heb je geen bergen. En je doet dit niet elke dag, maar ik ga jullie nu laten zien hoe dat eruit ziet. Ik had net ook al laten zien, maar was volgens mij niet de goede. Even kijken. Zien jullie die tower daar? Daar moeten wij zijn voor een prachtige uitzicht. Dus daar gaan we heen, mensen, en dan zien we gewoon letterlijk heel Barcelona en noem het maar op. En kijk die wolk ook. Zo mooi dit. Het lijkt gewoon alsof ik gewoon zeg maar kan aanraken. Gewoon zo kan vasthouden. Super ziek dit. Zo hé, ik ben buiten adem, mensen. Ik heb echt zin om gewoon lekkere... Hoe noem je dit? Ik heb gewoon zin om lekkere chuderans te drinken of zo. Maar het mag niet, omdat je berg beklimt. En je kan ook daardoor overgeven of zo. Dus dat is niet goed. Water, sowieso mensen. Ik heb water bij me. Is echt lekker als je het nu gewoon drinkt. Serieus. Maar in het algemeen ook. En oh ja, als we daar zijn, dan zien we niet alleen het uitzicht van deze kant. Maar ook nog eens het uitzicht van aan de andere kant. Aan deze kant zien we gewoon heel Barcelona. Aan de andere kant zien we gewoon wat anders volgens mij. Ik weet niet precies wat. Maar ik kan wel gewoon even voor jullie nachecken. We doen het gewoon, mensen. Hier, live. Vanuit de mountain of Barcelona. Ik vind dit gewoon echt super mooi. En super relaxed. Ja, relaxed. Je moet echt veel moeite doen hoor, serieus. Maar dit is gewoon geweldig. Ik geniet hier echt van, mensen. En ik hoop dat jullie ook van de vlog aan het genieten zijn. Doe alvast die blauwe duimpje omhoog. Gooi je abonnee er ook bij. Je weet toch? Spain Holidays. We are doing this. This is for you, you know? Maar nu gaan we echt verder.
Dus geniet van de beelden die ik weer zo meteen ga maken. En dan zie ik jullie boven. Glad to have you here, so many slipped away. So you forgot about me when things were going your way. Then you tried to turn back on your broken days. When your money was up, it's like you didn't wanna know. Then you made your return when you was feeling all alone. I used to watch you leave the house, never leaving your phone. But you'd happily step out, leaving faith at home. Walking them streets, not even a thought or a devoir. I just hope you remember me and you remember who you are. You even shorted your name, why they calling you. Dames en heren, dit is dus heel Barcelona. Zo ongeveer. Kijk hoe klein. En wij zijn hier op de bergen. Zo hé, ik geniet hier echt van, man. Wat een uitzicht. En wat is het rustig ook. En wij moeten nog naar daar zo. Naar boven. How was your exit so fast and your return so slow? Put down the phone, bro. They don't mean you no good. I'm trying to bring you to Jannah. They're trying to bring you to the hood. I know you got it in you. You gotta work harder. You're still walking right. Oké, dames en heren, we zijn dus niet naar boven gegaan. We zouden naar die tower heen gaan, maar ik besef nu dat we morgen ook iets gaan doen met bergbeklimmen en zo. En dan heb ik het natuurlijk ook zo als een uitzicht, maar dan een hele andere soort uitzicht, zeg maar. Het is niet in Barcelona, maar goed, we gaan wel natuurlijk voor een gekke uitzicht, mensen. Maar goed, ik bedoel, wat wil je nog meer? Dit is al meer dan genoeg, mensen. Kijk, het prachtige Barcelona vanuit de bergen. Wel jammer dat ik naar boven nog kan gaan. Kan wel, maar we gaan morgen al. En na 3 uur komen de dieren zeg maar al hier rondlopen. En dan kan het nogal gevaarlijk zijn als je zeg maar nog loopt hier en een dier jou aanvalt. Maar nogmaals mensen, dit is Barcelona. De city. En het is super, super mooi en super prachtig. Kijk die wolken nog even zo dichtbij. Alsof je het gewoon kan aanraken, weet je. Maar dit is Barcelona, mensen. En nogmaals, het is super mooi hier. Walking around the Kaaba, tag beer along the whack bar towards the black stone. Now keep your beard and shave your dome. It's been a few years, we haven't conversated. A brother invited you to a talk, I was glad you made it. It was good to chill again after all that time. Now before every decision, I see I'm back on your mind. Welcome home. Oké, mensen, we zijn nu beneden, bijna. We zijn nog aan het lopen. En zo hé, wat was dat een mooie uitzicht boven, echt. Ik heb hele mooie foto's gemaakt, uiteraard ook mooie shots. En het is gewoon amazing. En wat je ook merkt als je naar boven gaat, dat het natuurlijk wat zwaarder is dan vergeleken met als je naar beneden gaat. En dat is inderdaad zo. En mensen die fietsen, die hebben letterlijk zoveel moeite om naar boven te komen. En dat kan ik begrijpen ook, logisch. Maar voor de mensen die naar beneden komen, voor hun is het ook weer niet makkelijk. Want je moet soms een beetje kunnen remmen. Als je in één keer hard gaat naar beneden, kan je zo pleuren. En het kan zelfs misschien je leven kosten als je vanaf afvalt of zo. En dat is pas erg. Maar goed, we zijn nu aan het lopen, mensen, naar beneden. Zo hé, door al dat geloop, et cetera, ik krijg het warm. Echt niet normaal. Maar goed, beweging is belangrijk, mensen. Dat is een mooi advies om mee te nemen. Dat bewegen sowieso belangrijk is. Je kan heel dag thuis zitten, weet je, en niks doen. Maar dan bereik je ook niet veel, weet je. Je moet actief zijn, je moet bewegen, je moet dingen kunnen doen. En dit is ook een heel mooi voorbeeld, hè? Want alhamdulillah, ik bedoel, er zijn mensen die het goede doen, maar er zijn ook mensen die niet het goede doen. Om zones te vermijden is het ook belangrijk om jezelf bezig te houden, dus dat je zelf actief bent. Weet je, maar niet tijd dat je het doet. Als je een hobby hebt, je weet toch, doe daar iets mee. En anders doe iets gewoon wat je leuk vindt. Maar hou je gewoon zelf bezig. Want zo hou jij jezelf ver weg van zondes. En dat is het belangrijkste. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons allemaal vergeven, weet je. En weet je, Allah subhanahu wa ta'ala houdt van diegene die vergiffenis vragen. Dus de deur staat altijd open, mensen. De deur staat altijd open. Dit is een mooi advies. Dit leven, alles hier is voor even, weet je. En ik geniet nu hier wel, et cetera. Maar ik heb in mijn mind de hele tijd gewoon dat dit voor even is. En niet voor altijd. En we zijn er nu langzamerhand beneden, mensen. Ik zie jullie zo meteen weer terug. We hebben de korte route genomen trouwens, vandaar dat het ook heel snel is gegaan. Maar goed, nogmaals, onthoud goed in je gedachten van
dit leven is kort en niet voor altijd. Als je die mindset hebt en dat je weet dat het hier normaal voor altijd is, dan pas ben jij goed bezig in het leven. Want jij bent dan niet zomaar een persoon. En je moet weten, wij zijn vreemdelingen in deze wereld, in deze tijdelijke dunia. Voor de rest is het niks, mensen. Je hebt mensen die zichzelf groot voelen, die denken dat ze groot zijn, dit en dat. Uiteindelijk neem jij alleen je daden mee in je graf. Niet je dure auto, niet je dure huis, noem het maar op. Zo simpel is het. Dus we moeten goede daden catchen, mensen. Goede daden. Zo, je krijgt het benauwd. Ik ben net beneden aangekomen. Ik zie jullie zo meteen weer. Dames en heren, we waren net helemaal boven en we zijn er nu beneden. We gaan nu de bus pakken richting huis, mensen. Oké, mensen, we zijn weer terug en ik ga nu naar huis toe. En ik denk ook dat ik mijn vlog nu gewoon ga eindigen, want we gaan hierna niet echt iets leuks doen. Oftewel, we gaan niet echt veel doen hierna. Maar goed, dit is dus denk ik gewoon het einde van de vlog ook. Ik heb enorm, ik heb enorm veel genoten. Ik heb echt een leuke dag gehad. Jullie hebben het zelf gezien. Wat een uitzicht. Wat was het leuk. Ik ben ook echt kapot, serieus. Dus ik ga nu naar huis toe. En ja, mensen, ik heb er echt naar mijn zin gehad. En ik hoop natuurlijk dat jullie ook naar jullie zin hebben gehad in deze vlog. En natuurlijk dat jullie het tof vonden. Dus ja, mensen, we zijn weer terug. Morgen weer een nieuwe dag. Morgen weer wat we morgen gaan doen. Gaat wel echt heel leuk en ziek worden. Maar ik ga nog niet vertellen wat we gaan doen. Maar jullie weten wel dat het iets met bergklimmen te maken heeft. Maar voor de rest hou ik het nog voor mezelf. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vond je het nou een leuke vlog? Doe natuurlijk een blauwe duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Als jullie nog niet geabonneerd zijn. En dan check ik jullie weer morgen bij een gloednieuwe vlog. Bedankt voor het kijken. Laters. We zijn aangekomen helemaal aan de top. Zo, hey, wat een uitzicht.